Daar zijn we dan weer met een NEC-update. Nee, geen transfernieuws. Blijf stil vanuit de Goffert. Ted Verleeuwen heeft nog niks losgelaten. Achter mij wordt er hard gewerkt op de eendracht aan de velden. Die worden allemaal vernieuwd. En NEC begint toch volgende week al met de eerste training. Uh, dat wordt een bijzondere training, denk ik, want zoveel nieuwe spelers zijn er niet. 4 tegen 4 misschien dat er gespeeld gaat worden. Uh, ze gaan naar Word, WVW Word. Daar op die velden zal de eerste training afgewerkt worden voor een week woensdag. En op 2 juli zal hier dan de eerste oefenwedstrijd plaatsvinden van NEC. Traditiegetrouw tegen de amateurs. Dus ze moeten nog even doorwerken. Maar op 2 juli zal dan de eerste wedstrijd hier op een van de vernieuwde velden bij de Eendag plaatsvinden. Ja, en dan was er ook nog nieuws over een trainer, Mark Otten. Want die begint aan uh, de cursus betaald voetbal. En daarmee lijkt de NEC in ieder geval een uh, trainer te willen klaarstomen om eventueel uh, Rogier Meijer op te volgen. Als hij weggaat of ontslagen wordt, je weet natuurlijk nog niet hoe dit uh, aankomende seizoen gaat verlopen. Uh, maar ze willen dat dus dan intern kunnen oplossen. En dan werd deze week ook het nieuwe speelschema bekend uh, voor uh, de competitie aankomend seizoen. NEC gaat thuis aftrappen tegen FC Twente. De eerste wedstrijd is al vroeg op 8 augustus, zal dat zijn, op zondag 8 augustus. Daarna volgen twee uitwedstrijden: gaan ze naar Wonendam en naar AZ. En tot zover weer een updateje. Ik hoop volgende week transfernieuws te hebben. Tot die tijd blijf je natuurlijk op de hoogte via RN7.